Zo, naar de wasstraat. Want de auto is weer vies. Maar Vasilis, ja. Wat vind jij eigenlijk van content? Leuk. Oké, nu laten we even een fragmentje zien. Ja. Ender, wat vind jij van content? Wat zei je? Wat vind jij van content? Leuk. Ja, moet content rijk zijn? Nee. Nee? Kijk, die spakers doen het heel hard. Ja, dat is echt heel erg leuk. Ja. Dat is van onze gewaardeerde collega Lennart en zijn zoontje. Echt hartstikke tof. Dank. Dat is nog eens, noem je dat? Involvement met het publiek. Ja, publiek. Ja. Yeah. Producers. Dat is nog het leuk. Ja, echt super tof. Nou, nog een beetje onwennig. Want mijn vrijdag is echt helemaal all over the place. Dus excuseer mijn lack of focus. Maar dit is in elk geval een leuke binnenkomer. En ik heb een kleine kater, dus... Dat kan alleen maar goed worden. Excuseer mijn lack of focus. jongens, nou, dat wordt nog wat. Gelukkig hebben we een lijst van dingen waar we het over kunnen hebben. Ik weet niet of jij nog zaken hebt waar je van de week mee te maken hebt gehad. Ja, ik had wel ik heb een papieren magazine gekocht. Oh. En daar staat een artikel in wat ik nog had willen lezen, maar dat heb ik nog niet gedaan. Ah. En daar had ik het over willen hebben, maar dat gaat niet lukken. Cool. Dus die moeten we maar naar volgende week. Ja, ik denk dat het sowieso. Ik heb ook nog een hele stapel boeken die ik aan het lezen ben, maar waar ik maar niet in verder kom. Deze week was echt super hectisch. Maar goed. Ik heb dat magazine trouwens via de browser van een Twitter client op mijn mobiel heb ik die gekocht. Dus mensen die zeggen mensen kopen niks via hun mobiel, die hebben geen gelijk. Maar via de browser van je Twitter client? Ja, dus een Twitter client. Ja. Daarmee krijg ik een linkje van hey, een nieuwe magazine is uit. Ja. Klik ik op het linkje, dan krijg je in de Twitter client zelf opent dan een browser. Oh ja, ja. Daar heb ik gezegd koop dit magazine. Dan krijg ik PayPal inlogschermpje. Ingelogd, betaald en klaar. Ja. En dat was sneller dan via de desktop, denk ik. Dat is echt... mensen kopen wel via mobiel. Ja, ik koop regelmatig. Ja, sowieso. Ik koop bijna... mobiel dan misschien niet, maar zo via het internet praktisch alleen maar. Ja. Dus een beetje alles wat ik consumeer, dat koop ik niet meer in fysieke winkels. Hoewel, en dat mis ik wel heel erg, de magazines... He, waar je vroeger echt, je had echt een heel mooi vormgegeven magazine met spreads, et cetera. Ja. Dat mis ik nog steeds op het internet. Zeg maar, die heel mooi op maat gemaakte magazines van weleer. En dat mensen ook daar gebruik maken van alle mogelijkheden die het internet bieden. Met name het link. Papier bieden dan. Nou ja, destijds inderdaad papier. Maar ja, daar deden ze het heel erg goed. Ja. Daar gaf iedereen aan van, nou ja... je hebt mooie stukken fotografie die je erin kan zetten. Typografie kan je 100% invloed op uitoefenen. Ja, maar... dus magazines zouden... Eigenlijk zijn wij een soort magazine. Hè? Een magazine in Nederland is een tijdschrift, een periodiek. Ja. Dat betekent dat het af en toe verschijnt. Ja, wij zijn enorm periodiek. Maar we zouden zoveel meer moeten doen. Maar ja, ja. Tijd, hè? Ja, en daar komt het heel erg vaak op neer. Ja. En je merkt dat, ja, of denk ik dan maar, dat de techniek nog heel erg achter wat we graag willen achteraan hobbelt. Dus dat het nog te moeilijk is om een magazine-achtig ding op het internet te zetten. Wat hetzelfde proeft, wat hetzelfde ruikt. Nee, daar geloof ik helemaal niks van. Ja, maar dan zou je zeggen van, kom maar op, waar zijn ze dan? Nou, maar als je kijkt naar hoeveel tijd er wordt besteed aan het goed maken van een magazine, papieren ja. magazine. Ja. Als je die tijd gaat steken, diezelfde hoeveelheid tijd gaat steken in het maken van een online magazine, moet je kijken wat prachtige dingen je dan krijgt. Ja, maar ik denk dat meeste magazines, online magazines in ieder geval dat niet meer doen en meer waarde zien in het actueel blijven. Overigens, heel erg overgewaardeerd. Ik begrijp echt niet waarom mensen plotseling...
constant die nieuwsfeed, zeg maar, moeten laten gaan. Constant nieuwe dingen. Alles wat recent is, dat is daarom ook relevant. En dat, sommige dingen zijn wel, ja, die kunnen wel belangrijker zijn als ze recent zijn. En dat geldt niet voor alles. Nee, juist ook niet. En juist met magazines ook niet. En op een of andere manier zien de redactieleden van magazines die zeggen van, oh, eindelijk, dan kunnen we actueel, dan kunnen we updates geven en dat soort zaken. Maar dat doen ze dan niet. Nee. Het is altijd zo van, oké, dan plaatsen we de nieuwsfeed erop van een of andere willekeurige nieuwsprovider en dan zijn we helemaal klaar. Dat valt me trouwens ook op inderdaad, dat magazines worden nooit, of artikelen, online artikelen, als de inhoud verandert, ja, inzichten veranderen, die worden nooit geüpdate. Dat is ook zonde. Dus content wordt niet onderhouden. Nee, ja, absoluut niet. Oh, dat is zo. Maar daar zijn ze ook niet voor. Hè? Het is weer dezelfde gedachte van, ja, magazine is een periodiek en dan pop. Je legt hem neer, hij komt op de mat en daarmee is hij klaar. Ja, precies. Dat was met papier, was dat zo. Ja. Maar nu is het helemaal niet zo, want het kan nog steeds een heel relevant verhaal zijn. Of informatie zelfs. Ja. Was het maar een historisch inzicht die je ervan krijgt. En er wordt ook nooit naar verwezen. Hè? Er zijn wel van die geautomatiseerde, gerelateerde artikelen of wat ook. Maar ik zie heel weinig magazines of blogs voor that matter, zie ik linken naar hun eigen content of naar relevante andere content. Ja, het gebeurt veel te weinig. En vooral, dat wordt veel te, of het gebeurt automatisch, ja, waardoor het niet automatisch lui goed is. Lui. Ja, maar dus niet, vaak is dat niet het beste. Nee. Dat soort dingen moeten handmatig gebeuren. Ja. Dus inderdaad, ja, het klopt dat er een automatisme achter moet zitten. Dat stel, ik schrijf een artikel, ik voer het in de CMS. Dan moet ik als contentmaker moet een lijst met suggesties krijgen. Ja. Maar die automatisch gegenereerde lijst moet ik krijgen. En ik moet handmatig uitpikken welke relevant zijn. Ja, exact. Ja. En dat moet niet op de client gebeuren. Dat moet niet bij de gebruiker zijn. Nee. Ja, de mensen moeten dus ook echt zich realiseren. Sowieso, ik heb dat de vorige keer al gezegd. Als je iets online neerzet, realiseer dat je dan je bezighoudt met niet alleen het hier en nu. En dat je dus een bericht uitstuurt en dat het daarmee gedaan is. En je bent aan het opbouwen aan wat het internet in de toekomst gaat bieden. Je bent een deel van het internet aan het bouwen eigenlijk. Ja. En ja, probeer dat ook met die aandacht te maken. Ja. Of zorg ervoor dat het weggaat. Maar goed, dan loop je het gevaar dat je voor anderen het internet kapot maakt. Ja. Ja, links weggooien, ja, kan. Kijk, als content gewoon echt slecht is, na een aantal jaar of zo, weet ik veel. Ja. Je hebt geen zin meer om een site te hebben. Dan kan je wel weggooien, maar wat er ook gebeurt is dat op hele grote schaal gebeurt. Dat zag je bijvoorbeeld bij GeoCities. Oh ja. Dat was gewoon in de jaren 90 hebben mensen daar echt heel veel werk aan gehad. En dat is daarna blijven bestaan. Ja. Er zat er heel veel rotzooi op, maar ook echt wel fantastische dingen. Het zag er niet uit, heel erg lelijk. Ja. En dat is op een gegeven moment, heeft Jo gezegd, stekken eruit, weg. Alles. Allemaal weg. Die internet archive heeft toen wel gezegd, we gaan wat. Ja, ze hebben die, wat was het, 2 terabyte hebben ze opgehaald. Ja, met de harde schijf. Ja. Serieus, heel GeoCities. 1 schijf, 2 terabyte, that's it. Ja. Honderdduizenden mensen die daar spulletjes op hebben gezet. Ja, dat was zo. En dat is dan gewoon, het was maar 1 harde schijf en dat is weggegooid. Ja. Het is offline gehaald, ongelooflijk. Maar er bestaat een torrent van en je kan hem dus downloaden. Je kan. En sommige mensen maken de grap van, heb je de backup van het internet al gemaakt? Serieus, met GeoCities had je in elk geval voor, nou pak een beet, 1998 of zo, had je dus ook echt een groot deel van het internet beet. Ja, en toen waren harde schijven van 2 terabyte bestonden nog niet. Maar ja, ik bedoel, Twitter die doet dat ook niet. Hè? Twitter die
Je zou bijna kunnen zeggen dat Twitter daadwerkelijk in elk geval een spin in het web is voor een heleboel content online. Ja. Maar die doet ook helemaal niet aan backuppen of wat ook. Oh ja, waarschijnlijk, die data is er allemaal. Ja, het bestaat, alleen het verdwijnt. Hè? Dus het gaat uit de scope van het internet. Het is bijvoorbeeld, ik archiveer mijn tweets met een tool. En dat archief, dat is eindig. Dus ik kan maar 3200 tweets. En dat klinkt als een heleboel. Maar geloof me, als je elke dag een tweet stuurt, dan zit je daar heel snel aan. Dus dat heeft een limiet van 3200 tweets. Ja, ik zit nu ruim aan de 10.000. Maar, nee, je kan 3200 tweets ophalen met die tool. Correct. Maar alle tweets zijn er nog wel. Ik kan nog steeds aan een hele oude tweet, naar mijn eerste tweet kan ik linken. Ja, dat is waar. Als ik de URL ervan heb. Dus die bestaat wel. De content is niet weggegooid. Je kan hem alleen wat moeilijker benaderen. Ja, inderdaad. Maar je kan op Twitter kan je gewoon erheen bladeren. Kan je zeggen volgende pagina, volgende pagina, volgende pagina. En dan kom je er vanzelf. Ja, dat duurt alleen heel lang. Nee, inderdaad. En dat is inderdaad suf van Twitter. Dat moeten ze veranderen. Maar bedenk, misschien met Facebook dan. Of met andere sociale netwerken. Ik denk dat je daar eigenlijk ook content aan het maken bent. Maar ja, hoor, dat soms is het gewoon moeilijker te bereiken. Vooral die kruisverbanden, die maken juist een heleboel content ook heen en weer relevant. Ja. Overigens, we zijn er inmiddels bij de wasstraat. Ik moet heel even uit de auto stappen, want ik moet namelijk de camera eraf halen. Ja, we hebben een camera nu ook naar buiten gericht. Ja. En dat wordt een truc, want dat betekent dat ik de audio ook heel eventjes moet ontkoppelen. Anders gaat die echt stuk. Het Polish pakket. Oh jongens. Op zondag is het goedkoper, zie ik het. Ja, maar even mag je dan ook langer in de rij staan. Ja. Oh, tijdens happy hour noemen ze dat. Maar of die gefrustreerde blikken in de rij dat ook vinden. Stap uit, zou ik zeggen. Oh, ja. Dus jongens, jullie horen nu waarschijnlijk een klik. Ik hoop het weg te editen. Oh jongens. Ben ik dit? Ja, dat ben ik. Zo. Jullie horen me niet meer. Oh. Ben ik nog wel te horen? Ja, zeker. Even. Het is druk. Ja. Je hoort me wel een klein beetje, maar nu hoor je me nog beter. Hoop ik. Moet het toch even controleren. Ja, dat gaat prima zo. Zo, kijk, dit is hem. Leuk. Ja, waar zet ik hem neer? Maar goed, die sociale netwerken. Vorige keer hadden we het erover dat een perfecte manier was voor het delen van content. Ja. Maar het is in principe is het zelf ook content. Hè? Mensen posten daar hun video's, sowieso hun berichten aan familie, et cetera. Foto's, muziek. Hè? Weet je, je kent MySpace nog wel. MySpace, die staat nu ook op deling. Die dreigt hetzelfde lot te krijgen als GeoCities. Als een obsolete stuk content. Of een hele grote bak. En dat is heel raar. Hè? MySpace wordt gezien als social network. Maar is eigenlijk gewoon een heel groot netwerk aan bandjes. Die muziek aan de man willen brengen. Ja. Was het nou bedoeld als muziekding? Of is het toevallig zo gekomen? Dat weet ik eigenlijk niet. Het is wel vrij snel zo gegroeid. Ja. Dus dat zij de eerste waren die daar ook echt intensief gebruik van maken. Ja, waren echt bands, obscure bands. Als je die googelde, die zaten dan op MySpace en die hadden geen eigen site. Ja, obscure bands. Dat was nog eens. Daar heb ik nog cd's van, geloof ik.
Maar was ook een van de eerste manieren, over illegaal downloaden gesproken, een van de eerste manieren om ook echt goede muziek te downloaden van het internet. Op een legale manier, hè? Dus dat je je eigen bands kon delen met anderen. Ja. Dat hadden ze dan toch wel redelijk goed voor elkaar. Niet, volgens mij hadden ze een flash player, je kon in ieder geval luisteren naar muziek. Ja, maar dus als ik een account had, dan kon ik zeggen van oké, dat en dat en dat bandje, dit nummer vind ik ook leuk. En dan kwam het ook op mijn, als persoon, kwam het ook op mijn playlist. Oké. En dat was wel heel erg stoer. Het is wel gesloten natuurlijk, je kan het niet op je eigen website zetten. Nee. Maar ja, god, als, als begin van het internet. Ja. Goed over nagedacht. Ja, en tegenwoordig geven ze het gewoon weg. Dat is nog veel beter. Veel beter. Ben benieuwd. Had jij gelezen wat Bima Stemmen nu weer had verzonnen of zo? Iets met dat ze 30% van elk. Dat ze 30% willen. 30% willen van wat? Nee, ze beheren de rechten van muzikanten. Ja, ze zijn een soort van halve mafioze ombudsman van alle artiesten in Nederland. Wat zij dus zeggen dat ze doen, is zij... Sorry, ik heb geen mening over. Ze halen overal... je moet betalen als je muziek draait. Ja. Dat geld komt allemaal bij Buma Stemra. En Buma Stemra verdeelt het over de muzikanten. Ja, ja, ze houdt dus bij hoeveel wat van wie wordt gedraaid en dan krijg je daar geld voor. Exact. En nu wil Buma Stemra 30% van al het geld wat binnenkomt is voor Buma Stemra. Dus als je vroeger 1 euro zou krijgen omdat je nummer 100.000 keer gedraaid is, krijg je nu 60 cent. Of hoeveel is het? 66. Maar wat doen ze dan met die 30 cent? Nou, bijvoorbeeld gigantische beeldschermen in hun lobby zetten. Extreem dure... designstoelen in een vergaderruimte zetten. Oké, nuttig. Dat is heel nuttig. Ja. Dat zijn goede dingen. Ja, inderdaad. Ja. Ja. En de beloning van de medewerkers is geloof ik niet openbaar. Oké. Hallo, eenmaal Polish wash alsjeblieft. Pinnen wou ik alsjeblieft. En onderzijde aan, doe even. Ja. Is het geluid checken. Gelukkig heb ik nu ook tijd om straks de sterren even recht te zetten, omdat ik toch de camera eventjes moet vastmaken. Heel mooi. Dankjewel. Goed, dan pakken we weer. Jo, dank je. Oké, staan we nog. Jo. Hoi. Zo, we zien in het weekend. Ja, inderdaad. Kijk. Nou, kunnen we het gelijk hebben over onze feedback. Jongens, wat heb ik genoten. Ik heb nog nooit zulke goede feedback gezien op sowieso dingen die online gemaakt worden. We hebben 2 hele fijne reacties gehad. Chips en dan weet ik de namen weer niet. Jeroen. Heb ik een hele leuke reactie van gehad. Ik kreeg er zelfs een mail van. Ja, wow, die leuk vond top. Dat we in de camera keken. Oh ja, nee. Hallo. Hallo internet. Jeroen, dankjewel voor je mail. Erg leuke mail. Hij is heel erg gaaf. Dus dat is altijd leuk om te zien. En natuurlijk de hele leuke ode van Lennart. Echt super tof. En zijn zoon. Enorm. Ja, volgens mij zijn zoon natuurlijk. Enorm van genoten. En ik zag later zag ik ook nog van iemand anders. Die had ook eenzelfde serie in de auto. Die was toevallig rond dezelfde tijd. Maar dat ging over Lego poppetjes. Dus dat is net iets anders dan wat wij doen. En friet geloof ik ook. En intussen hebben wij... Ik vraag me nou nog steeds af of dit nou... Maar dit is luid. Nou, vorige keer maakte hij meer lawaai, hoor. Ja, inderdaad. Ja. Ja, nou, toen een andere rij of zo. Ja.
heerlijk sfeertje, zeker met die borstels. Je raakt hier lak kwijt, joh. Ik vraag me af als ze zo'n vergaarbakje hebben van... Ja, dat zeggen mensen ook. Oh, slecht voor je lak. Maar die mensen hebben het lak nog nooit gezien. Nee. Bij jou moet je inderdaad wat preciezer zijn over welke lak je dan precies bedoelt, welke laag. Ja. Bedoel je de bovenste laag? De onderlaag is goed beschermd, ja, door de nogal lelijke bovenlaag. Ziet er een beetje schurftig uit, mijn lak. Ja. Trouwens nog steeds de interactieve onderwerpen, het spijt me echt heel. Ik ga iets anders erop verzinnen. Zeg maar, het komt er eigenlijk op neer dat ze een beetje elke videoprovider, maakt niet uit welke we hebben, die doen het net niet goed. Net niet wat wij willen. Ze zijn heel goed onderweg hoor, daar niet van. Maar met Vimeo, we zijn nog een beetje aan het spelen, zodat het echt super wordt. En dat wordt het. Ja. Zo, de ster ligt echt helemaal plat. Oh jongens. Hij leek even weg te zijn. Weet je, ik zet straks even de camera eerst neer en dan ga ik de sterren recht zetten. Ja. Oh kijk, dat draait helemaal rond die blazer. Oh wauw, dat heb ik nog niet eens eerder gezien. Ja. Oh, dat ziet er heel erg gaaf uit. Echt waar joh, ik wou dat je hier was. Ik kan het gewoon zien. Echt heel erg mooi. Ja. Maar ja, in de lens praten. Dit is ontzettend mooi. Fantastisch. Ik denk dat jij voornamelijk gewoon je oog op de weg moet houden. Ja, ik zal niet meer in de lens praten. Nee. En natuurlijk gaat iedereen mij bellen. Ik hoop dat we dat niet horen. Ik weet toch dat we in een wasstraat zitten. Ja. Tijdens de vrijdagmiddag ga je zeggen. Hebben. En uit gaat hij. Even de camera vasthouden. Even een parkeerplekje zoeken. Oh, wat een grote auto, jezus. Dus al die mensen staan, zelfs in velgen staan ze nu te poetsen. Het wordt toch wel weer vies. Ja. Nou, zoek eens wat leuks uit. Even kijken, het is hier druk. Oh, kijk, daar kan je hem. Oh, je kan hem gewoon over dwars hier zetten. Toch? Hier even neer. Yes. Dan gaat mijn audio gaat weer even uit. Sorry. Geeft niks beter. De ster staat weer recht. Oh. Goed, dan ben ik weer hoorbaar. Even checken. Hallo, hallo. Ja. Anyhow, hey, heb jij trouwens nog... gekeken naar die lancering van al die media tablets. We hadden natuurlijk de Kindle Fire die is uitgekomen. De Nook tablet. Allemaal in Amerika trouwens. Ja. Ik heb er helemaal niks voor Nederland gezien. Nee. Ik heb ze nog niet vastgehouden, nog niet gezien. Nog niks mee gedaan. Wat reviews van de browser
van de Kindle heb ik gezien. Ja. Wel aardig. Maar dat zijn de eerste echte media tablets. Of in ieder geval die zo uit zijn gekomen. Zo, nou, het eerste Focus is... even kijken. Video, boeken, magazines. Dat is het. Nou, eerste Focus is zorgen dat onze content verkocht kan worden via die dingen. Ja, dat precies. Dat is waarom ze zijn uitgebracht. Ja. True. En dat is heel erg slim. Dat is echt heel goed gedaan. Ja, want ze verdienen geen stuiver op die dingen. Nou, misschien een beetje. Ik heb begrepen dat de Amazon Kindle Fire, dat die ongeveer even duur is als dat verkocht wordt qua ingrediënten. Ja, ja, gewoon kostprijs. Ja. Nou, best goed. Ja, nee, het is ook niet, hij is niet te vergelijken qua performance of qua mogelijkheden, is niet te vergelijken met de iPad. Maar hij is wel, het is een volwaardig Android tablet. Ja, precies. En dus de browser was ook weer Android-achtig. En ja. Dus niet heel erg goed. Oh nee, wat is daar niet goed aan dan? Nou ja, de Android-browser is al een hele tijd niet geüpdate. Dat is toch Chrome? Nee, dat is de Android-browser. En die wordt gewoon minder goed geüpdate. Dat is best jammer, want eigenlijk staat die al een tijd echt wel stil. En ik heb ook alweer een artikel gelezen over dat je Firefox kan installeren op de... Oh, nice. Ja, het is een open platform, dus het zou in principe kunnen. Ja. Maar goed, Firefox is ook nog helemaal niet klaar voor de tablets. Dus dat, of je dat nou wil... Nee, is die daar te zwaar voor? Of? Ja, nou goed, ze zijn er eigenlijk veel te laat aan begonnen. Dus ze zitten nog in een vroege fase. Oké. Ik heb nog vorige week had ik een propaganda... meeting van Windows Phone en Windows 8. Oh ja. Toen kwam iemand vertellen hoe fantastisch dat is. Oh, en? Kreeg je een warm gevoel van? Nou, ik kan altijd een beetje slecht tegen marketing babbel. Want ja, het is een fantastisch systeem en het ziet er heel mooi uit. Ja. Maar er wordt gewoon af en toe tussendoor wordt er gewoon gelogen. Worden er gewoon onwaarheden verteld. Daar kan ik niet tegen. En dan zegt zo'n marketeer, ja, maar dit is maar een beetje een onwaarheid. Het is niet helemaal. Maar hij geeft het wel toe. Ja, ja, hij zei bijvoorbeeld, ja, de IE9, in de browser van Microsoft Internet Explorer 9, ja, is precies hetzelfde op mobiel als op de desktop. En toen ging je, dat is niet waar. Nou ja, niet ik baal dan gewoon dat hij dat zegt, want het is gewoon niet waar. Ja. Dan moet je dat niet zeggen. En dan moet je zeggen, hij is bijna hetzelfde. Er zijn wat kleine verschillen. Ja. Sommige van die verschillen zijn nogal wezenlijk. Bijvoorbeeld geen support voor font-face. Dat je geen mooie letters kan gebruiken. Of ander soort support. Of geen of ander soort support. Er zitten nogal toch wel wat wezenlijke verschilletjes in. Ja. Dus dan moet je dat gewoon niet zeggen. Hm. En nou ja. Maar verder, jouw een mooi platform. Ja, het is een totaal andere interface begrepen. Ik heb er heel kort mee gespeeld. Een paar van mijn collega's die hebben, of van onze collega's dus, die hebben zo'n iPhone of zo'n telefoon met Windows Phone 7 erop. Er bestaat nu, dat is wel grappig. Voelt best leuk. Er bestaat nu een webversie van de Windows Phone interface die werkt op je iPhone. Ga je met je browser ga je daarheen en die linken we wel even, die is tof. Die werkt echt ook super goed. Dan ga je met je iPhone of je Android ga je naar die site. Ja. En dan ziet het er ineens uit alsof je Windows Phone hebt draaien. Oké. Ik probeer dat wel op mijn normale browser, maar daar werkt het niks niet. Zien. Nee, inderdaad. Nee. Zei die had je fles nodig of zo? Ja. Maar er zaten dan weer wel mooie video's als alternatief. Oh, we hebben goed tegenlicht trouwens. Maar om nog even terug te komen. Dus die tablets die zijn eigenlijk helemaal niet gemaakt om nu al hele mooie content te laten zien. Of is dat niet wat je zegt? De Fire. Jawel, maar de browser is gewoon niet helemaal up-to-date. Nee. En het is niet dezelfde... performance, niet dezelfde hardware als een iPad waarmee die toch vergeleken wordt, terwijl daar moet je het eigenlijk niet mee vergelijken, denk ik.
Nee, inderdaad, wat ik nu overal terugzie is zo van, als je een leuk kerstcadeau wil geven en je weet dat je geen iPad kan geven, dan is Kindle Fire is een hele leuke. Ja. Maar ik hoor ook van een heleboel problemen, dus de productieproblemen, dat het dat sommige heel erg traag zijn en andere weer helemaal niet. Dus, Dat zijn kleine dingen. Wat ik vooral interessant vind is dat het een eerste, wat mij betreft in elk geval, een eerste media device is die echt gemaakt is om het consumeren van boeken en video, om dat echt in je hand mogelijk te maken. Ja. Of mobiel mogelijk te maken. Dat het een volwaardig device is daar ook voor. Maar dat was de iPad natuurlijk ook al. Ja. Maar dit is compleet geïntegreerd in een bestaande winkel. Ja. Compleet geïntegreerd in Amazon. Ja. Dat is natuurlijk heel interessant. Ook net als bij de iPad, met apps. En daar ben ik heel erg nieuwsgierig naar. Hè. De vorige keer zei je van, ja, maar hè, bijvoorbeeld de Kindle, dat is heel moeilijk om je content te delen met anderen. Ja. Maar met de komst van die apps, hoop ik dat zij... Dat er dus ook mogelijkheid wordt om ook content te delen op die manier. Dus dat je ook sociale leesapplicaties krijgt of sociale video, tegelijkertijd videokijkapplicaties of wat ook. Ja, nou ja, ik heb het idee dat Amazon zich niet bezighoudt met dat soort dingen. Met het promoten van hun content. Nou ja, dat wel natuurlijk. Ja, ja. Het zou leuk zijn. Ja. Maar ik zal er nooit, ik koop niet, ik koop wel dingen bij Amazon, maar geen boeken. Ik koop geen Kindle boeken, want dan zit ik helemaal vast aan hun systeem. En ze hebben al eens een boek gewoon teruggehaald. Hebben ze gewoon gezegd van, oh nee, dit mochten we niet verkopen als Kindle. Dus we halen het van je Kindle af. Ja, ja, die macht die wil je eigenlijk niemand geven. Nee, dat wil ik niemand geven inderdaad. Want waar hadden we het over? Dat was niet Mein Kampf of iets dergelijks, maar dat was een... 1984 geloof ik of zo. Oh ja, echt waar? Dat was een heel erg typisch voorbeeld dan. Ja. Oh jongens, als je die video nog niet hebt gezien, of die film of het boek hebt gelezen, dat is misschien nog belangrijker. Dan moet je die absoluut kijken. Dat is echt heel erg indrukwekkend. En ook... Er bestaat trouwens een filmpje van een collega van ons. Die door deze tunnel, ik geloof in een Porsche, 216 rijdt. Ja, dan was het een stuk rustiger dan nu in elk geval. Ja. 216, jongens. Ik ken heel weinig collega's met een Porsche eigenlijk. Ja, ik denk dat hij hem geleend had. Oh, oké. Okay. Ja, nee, het was niet als directeur. Oh. Je natuurlijk wel ons werk te houden. Maar dat moet fantastisch klinken. Want Porsche die maakt best een fijn geluid. We gaan er naar linken. Ja, heel goed. Als die niet weggehaald is. Nee, die staat er nog wel. Maar 1984, jongens, lezen. Als je, zet hem op de boekenlijst of op de videolijst. Ik weet niet zeker of dat hem trouwens is, maar er was in ieder geval een boek was van de Kindle afgehaald terwijl mensen hem gewoon gekocht hadden. Ik weet het alweer. Dat soort eigendomsdingen, dat vind ik zo jammer dat dat nu speelt. Ja. Dat had je nooit, dat probleem had je niet met boeken. Papieren boeken die kocht je niet, dat was gewoon van jou. Ja. Daar mocht je mee doen wat je wilde en datzelfde geld niet met die achterlijke rechten op content in de digitale wereld. Je hebt iets gekocht, maar dan heb je het niet gekocht, dan heb je er een licentie op afgenomen. Bla, 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 bla. Ja, want ze hebben dat nu, wat was het? Er was een uitslag hè, trouwens over die SOPA-kwestie. De SOPA Act in Amerika. Dat betekende in het kort, als jij ergens copyright het spul op jouw website had, of een quote of een verwijzing of weet ik veel wat, dan met die act, dus dat is wetgeving in Amerika, zou Amerika in staat zijn om het DNS van die betreffende website te blacklisten. Ja. Dus plotseling bestond jouw complete... Sterker nog, dat ze de hele domein overnemen. Ja. En dat is nu al zo.
Serieus? Ja, wat? For real. Er is vorige week zijn weer iets als 300 domeinen zijn overgenomen door een of andere Amerikaanse stichting, denk ik. Of misschien de Amerikaanse overheid. Omdat er copyrighted material op zou staan. Maar dat is dus absurd, hè? Dat is wat China doet als zij content niet bevallen of wat ook. Nou, voor mij houdt het in dat ik nooit, dat ik geen .com domeinen meer koop. Want dat is Amerikaans namelijk. Geen .net domeinen zijn geloof ik ook Amerikaans. Ja, .org, .gov. Nou, dat weet ik niet. .org weet ik niet. Maar .us sowieso. Ja. En dat ik ga overstappen naar een Nederlandse host. Of een Europese host in ieder geval. Domeinen heb ik gelukkig al bij een Europese host zitten. Maar dit is toch echt erg. Maar het is toch waanzin dat Amerika wereldwijd beleid kan uitvoeren. Ja, want misschien is dat wel goed om even uit te leggen. Als dus een Amerikaanse organisatie zegt van dit domein bestaat niet meer. Dat betekent dus dat ook al zit je in Europa, ook al zit je in Zuid-Afrika of in China, dat betreffende land heeft daar niks meer over te zeggen. Als één organisatie besluit over dat het daar niet meer bestaat. Sterker nog, een rechter in Amerika besluit dat. Dus dat gaat helemaal niet. Een totaal arbitraire organisatie ten opzichte van Europa. En in dit geval ging het om 300 domeinen. Waarvan er een soort van steekproefsgewijs was aangetoond dat er op sommige van die domeinen. Er is niet eens. Het was geautomatiseerd, geloof ik. Ja. Geautomatiseerd gedetecteerd. Absurd. Ja. Serieus. Ja, nou ja. Ik kan hier echt pissig over geworden, want het is dus één klein tering ventje die dan aan het internet stuk maakt. Echt stuk, ja. Ja. Oh man, wat is dat? En dat zijn het mensen die, maar die snappen het internet gewoon totaal niet. En dat is het allerergste. Dat er dit soort dingen worden besloten door mensen die er geen fuck van begrijpen. Dat heb je ook, het probleem heb je gewoon ook in Nederland met die digibeten in de Tweede Kamer die dan wetten maken over internet. Ja, precies, what the fuck? Ja, dat kan toch niet? Nee, het kan letterlijk niet. Nee. Zeg maar, wat je ook verzint, wat voor jou lokaal gaat gelden, dat heeft impact op de rest van het internet gebruikende wereld. Dus zeg maar, wat je ook verzint, het wordt of omzeild, dus het heeft nul impact. En dat is dus ook het geval voor SOPA. Dus als iemand kwaadwillend is en illegale content wil aanbieden, moment dat er wordt ingegrepen, gaat gelijk ergens anders een website op waar het alsnog wordt aangeboden. Ja. Dus geen enkel probleem. Dus je maakt het eigenlijk alleen maar heel erg vervelend voor mensen die goedwillend zijn en voor de mensen die kwaadwillend zijn, maakt het geen fuck uit. Nee, die verzinnen wel weer wat anders. Dat is. Ja, nou ja. Het is heel erg triest. En dat komt allemaal door die achterlijke rechthebbenden die er zo spastisch mee omgaan. Ja. Vijandig mee omgaan. Ja, maar bedenk je, dus dit heeft. Ja, goed. Het heeft enigszins even te maken met mensen die mooie dingen maken en zeggen van nou, daar willen we geld mee verdienen. Dat is allemaal prima. En dat moet inderdaad ook. Het is, begrijp ons niet verkeerd. Het is heel belangrijk dat mensen geld verdienen met al het moois wat ze maken. Ook als het lelijke dingen zijn of inhoudelijk slecht of wat ook. Alleen, het is absurd dat er dus wetgeving wordt gemaakt. Echt heel erg vergaande wetgeving die dus niet alleen impact hebben op copyright en op producten en geld verdienen. Maar die met name impact hebben op de basisrechten van mensen. Dat bijna elk land van de wereld heeft basisrechten over de vrijheid van meningsuiting. Ja. De vrijheid van. Op het internet geldt dat niet meer. Dat blijkt. Tenminste, natuurlijk geldt het ook weer wel. Dat hoort te gelden. Maar er zijn gewoon echt grote problemen aan het ontstaan op dit moment. Dankzij rechte advocaten. Ja, en het zijn dus niet alle kwaadwillende mensen. Rechten, dus rechthebbenden, meer rechten hebben dan mensen. Ja. Dus dat zijn dus rechthebbenden, dat zijn over het algemeen ook nog hele grote bedrijven. Dat zijn helemaal geen mensen. Nee. Dus ook wat heel veel gebeurt, is dat mensen die een film hebben gemaakt, die verkopen hun rechten aan bedrijven. En die bedrijven beheren dan die rechten. Dus die hebben die film niet eens gemaakt. Nee. Maar die gaan dan wel zeggen, ja, maar dat is van ons.
Dat is een soort van Buma. Buma beheert het dan zelfs, want die heeft er helemaal niks mee te maken. En die zegt gewoon, we krijgen protection money, you have to pay me. Ja, inderdaad, dat is echt Buma die langzaam van, hey, dat is mooie content die je daar hebt. Het zou jammer zijn als er iets mee gebeurt. Precies. Maar nu is het toevallig, heb ik een fantastisch beschermingsprogramma, speciaal voor jou. Wat mij trouwens wel opvalt, is we praten altijd over mooie en goede content. Ja. Wat natuurlijk heel interessant is, is slechte content en lelijke content, zoals... Ja. Dingen als de Telegraaf. En kunnen we daar geen wetten tegen maken? Wat wel heel interessant is, is dat dat echt de grootste, de meest gebruikte content is dat. In heel veel in Nederlands ongeveer. Ja. Is die hele lelijke krant, ongelooflijk lelijke site, waarbij je op een, hele kleine artikeltjes tussen de banners staan. Precies. Dat misschien toch zijn heel goed werkt. Ik ben daar toch, ik zit daar toch wel... Maar denk je dat zij vals spelen met hun populariteit? Of denk je dat mensen gewoon heel erg onkritisch zijn met mensen, het consumeren van content? Mensen, ja, precies. Dat ze denken, dit lees lekker weg. Zitten mensen dus eigenlijk wel te wachten op kwaliteitscontent? Ik denk dat het een minderheid is. Dat denk ik, hè? Ik denk dat je gelijk hebt. En ik denk dat het mensen ook niks kan schelen dat er al hele lelijke vieze banners staan. Dat kan ze denk ik gewoon helemaal niks schelen. Ja, misschien filteren ze het weg, net als jij? Nee, zeker niet. Nee? Nee. Of misschien vinden ze het wel interessant. Oh, leuk. Ja, ook. Banners. Ja, het zijn er zeker mensen die Die aanbieding, hè. Ja. Er zijn natuurlijk ook een heleboel mensen lid van, Groupon en dat soort dingen. Dus ik gewoon begin gratis een beetje banners. Het idee te hebben dat wij echt totaal niet representatief zijn. En dat weer een beetje elitair zitten te lullen. Dat vind ik ook prima trouwens, hoor. Elite moeten zijn. Ik ben ook voor elite media. Ja. Ik wil het liefst zo obscuur mogelijk... Nou, dat is niet waar. Ik wil niet dat het obscuur mogelijk is. Maar wel dat het voor mij gemaakt is. Hè. Ik vind het fantastisch als ik ergens een rare documentaire over lettertypes aan kan kijken. Ja, dat klopt ook wel. Want kijk, die mensen... Ik stel me nu iemand voor die leest af en toe de Telegraaf-site. Ja. En dan weet hij het een en ander over diertjes. Telegraaf schrijft vaak over diertjes. Ze hebben jouw concept overgenomen. Een poesje uit een boom is gered, dat soort dingen. Oh ja. Dan weten ze dat soort dingen. Maar diezelfde persoon kan bijvoorbeeld heel erg geïnteresseerd zijn in, noem eens wat, bierbrouwen. Ja. We rijden nu langs de Heineken Brouwerij. Dus ik zocht even iets. En over bierbrouwen, daar gaat hij heel erg goede artikelen over lezen. En daar leest hij lang over door. En dat is elite content inderdaad. Ja. Dus inderdaad, over dat soort specifieke onderwerpen kan je... En daar is ook een markt voor. Hè? Die markt is heel smal, maar heel diep. Ja. En ja, ik denk ook... wij zijn eigenlijk hetzelfde wat dat betreft. Hè? Wij maken ook gewoon een mooi verhaal over... Ja, over content. Dat is super meta natuurlijk, maar... Ik denk dat... meer mensen geïnteresseerd zijn in bierbrouwen. Dat weet ik zeker. Die twee mannen in een Mercedes die over content praten. Onze cijfers liggen er niet om. Nee. Torenhoog. Ja, echt waar. Ja. Dus daar is geld mee kon verdienen. Ja, ik zit er hier neer. Oh ja, perfect. We zijn al klaar. Tot de volgende week allemaal. Dag iedereen. Doei. Doei. In de camera kijken. Yeah.